Vraag a. Los exact op. Dus geen komma getallen aan het eind. Wortels laten we staan. Oké. Okay. x keer de wortel van 5 plus 2 is wortel 10. Nou, je zorgt ervoor dat je natuurlijk de x alleen schrijft. Want of er nou keer wortel 5 staat of een ander getal, dat maakt niet uit. Dus plus 2 verhuist naar de andere kant. Wordt min 2 plus wortel 10. Nou die keerwortel 5 die moet weg. Het omgekeerde van keerwortel 5 is delen door wortel 5. Dus ik ga elke term aan de rechterkant ga ik delen door wortel 5. Zo. Nou dit is op zich een prachtig antwoord. Waar het niet dat we hebben afgesproken dat we in de noemer van de breuk liever geen wortel hebben staan. Dus ik ga dit nog vermenigvuldigen. Alle tellers en noemers ga ik vermenigvuldigen met wortel 5. En dat doe ik bij deze achterste. Doe ik dat ook? Nee, dat hoef ik niet per se. Te. Dat doe ik bij deze achterste doe ik dat niet. Maar daar kan ik weer een andere regel gebruiken. Want er staan uh, twee wortels. En er is een regel dat de wortel uit A gedeeld door de wortel uit B, de wortel uit A gedeeld door B is. Dus dan doe ik die liever. Want dan verdwijnt ook die uh, wortel in de noemer. Dan krijg ik namelijk 10 gedeeld door 5. En dat is gewoon 2. Teller. Min 2 wortel 5, noemen wortel 5 keer wortel 5 is 5. Hier staat wortel 2. En hier splits ik uh, min 2 keer wortel 5 gedeeld door 5 is min 2 5 de keer de wortel van 5. Zo, en dat is hem. Ga ik naar vraag b. 7 min x wortel 3. Is wortel 2. Nou, ik moet weer de x alleen krijgen, dus ik verhuis de 7 naar de andere kant. Min 7 plus wortel 2. Ik ga eerst dat minnetje weghalen. Ik doe stapje voor stapje. Dus alles keer min 1. Dus die term keer min 1. En de tweede term keer min 1. Vervolgens ga ik alle termen aan de rechterkant en aan de linkerkant delen door wortel 3. Dus ik krijg 7 gedeeld door wortel 3. Min wortel 2 gedeeld door wortel 3. Um, ik wil heel graag um, de wortel 3 in de noemer wegwerken. Dus ga ik de breuk vermenigvuldigen met wortel 3 gedeeld door wortel 3. En dan net bij vraag a zag je dat ik die wortel 10 gedeeld door wortel 5, deze, dat ik die niet keer wortel 5 gedeeld door wortel 5 deed. Want ik kon hem toen schrijven als 10 gedeeld door 5. Nou, dat zou ik hier rechts ook kunnen doen, maar dan krijg ik de wortel van 2 derde. En het is heel raar, maar het is ook een soort ongeschreven regel dat je onder een wortel geen breuk neerzet. Dus ik ga daar niet wortel 2 derde van maken, ik ga precies hetzelfde doen als bij het linkerdeel. Ik ga de breuk vermenigvuldigen met wortel 3 gedeeld door wortel 3. Dus dan doe ik de breuk eigenlijk keer 1. Dan krijg ik in de teller 7 wortel 3 gedeeld door wortel 3 keer wortel 3 is 3. Wortel 2 keer wortel 3 is wortel 6. En wortel 3 keer wortel 3 is 3. Nou, dan nog een klein beetje herschrijven. Hier staat eigenlijk 7 derde wortel 3 min 1 derde wortel 6. Allemaal van die kleine, rare, ongeschreven regeltjes. Oké, okay, gaan we naar vraag C. Een half x wortel 2 plus wortel 10 is 0. Nou, ik moet weer de x isoleren. Dus alles wat geen x is, moet daar weg. Dus ik verhuis eerst de wortel 10 naar de andere kant. Ja, er staat hier een half keer wortel 2. Uh, sorry, een half keer x keer wortel 2. Nou, de half en de wortel 2 moeten weg. Het is altijd bij keer. Dus het moet alle twee doorgedeeld worden. Dus ik krijg min wortel 10 gedeeld door. Een half wortel 2, oké. Ja, dus ik ga het stap voor stap doen. Ik zie eerst hier in de noemer: zie ik gedeeld door een half staan. En als je deelt door een half, is dat hetzelfde als nou, delen door een breuk. Vermenigvuldigen met het precies het omgekeerde. Is hetzelfde als dat je keer 2 doet. Dus in plaats van die gedeeld door een half 4 in de noemer, mag ik ook keer 2 doen bovenin. Gedeeld door wortel 2 nog steeds, hè, want daar heb ik niks mee gedaan. Uh, dus ja, hè, want die half in de noemer van een breuk in een breuk, dat vinden we ook niet lekker. Dus in plaats van gedeeld door een half schrijven we liever keer 2. Oké, okay, nou moet je wortel 2 in de noemer weg. Dus dan krijg je keer wortel 2 gedeeld door wortel 2. Dus dan krijg ik uh, wortel 10 keer wortel 2 is wortel 20. En wortel 2 keer wortel 2 is 2. Nou, dan heb ik min 2 gedeeld door 2 keer de wortel van 20. Min 2 gedeeld door 2 is min 1. Dus dan krijg je min wortel 20 uit. Maar wortel 20, die kan ik vereenvoudigen. En als je ziet dat je het kunt vereenvoudigen, dan, uh, dan moet je het ook doen. Ik had het ook al eerder kunnen zien, uh, dat het kon. En degene die dat al zag, hartstikke goed. Ik had ook hier kunnen zeggen, in plaats van dat ik keer wortel 2 gedeeld door wortel 2 deed, had ik ook gelijk kunnen zeggen, oh, maar wortels mag ik door elkaar delen. Dus dat wordt dan uh, 10 gedeeld door 2. Nou, 10 gedeeld door 2 is 5, dus dit wordt min 2 wortel 5. Kan ik laten zien dat dit dan hetzelfde is? Ja, natuurlijk. Want 20 is hetzelfde als 4 keer 5 is hetzelfde als min wortel van 4. Keer de wortel van 5. Wortel van 4 is 2. Dus min 2 wortel 5. Dus er zijn meerdere manieren om dit te doen. Je rekenmachine op dit moment doet dit ook keurig. Uh, nou, niet dat pijltje keurig. Die doet dit ook keurig. Maar zodra die in examenstand staat, dan doet hij dit niet meer. Dus je moet het met de, met de hand kunnen uitrekenen. Vraag d. x wortel 8 plus. X wortel 2 is 12. Ja, jeetje, de hele tijd heb ik maar 1x. En die 1x kan ik mooi isoleren. En dan kan ik hem uitrekenen. Maar hier zit zitten 2x in. En dan heb ik gewoon een probleem. Um, totdat je je realiseert dat wortel 8 dat het eigenlijk wortel 4 keer 2 is. Oftewel wortel 4 keer wortel 2. Oftewel 2 wortel 2. Dat is ook een wortel 2. Dus ik heb hier x keer 2 wortel 2 plus x keer wortel 2 is 12. Dan denk je, wat heb ik hier nou aan? Nou, ik heb een, hier een 2 wortel 2 plus een wortel 2. 2 wortel 2 plus wortel 2 is 2 keer wortel 2 plus 1 keer wortel 2 is samen 3 keer wortel 2. Dus ik kan die twee stukken samenschrijven. Namelijk x keer 3-wortel 2. Zoals je ook 3x plus 4x kunt samen nemen. Kun je ook 2-wortel 2x en wortel 2x samen nemen. Kijk, nu heb ik nog maar 1x. En dat is fijn. Want ik kan nu aan beide kanten delen door 3-wortel 2. Wortel 2 in de noemer, die wil ik niet graag. Dus ik ga teller en noemen. Ga ik keer wortel 2 doen. X is 12, wortel 2 gedeeld door wortel 2 keer wortel 2 is 2. Dus 3 keer 2. Je doet het allemaal in kleine stappen. Dus als jij stappen over kunt staan, dat je gelijk ziet, oh wortel 2 keer wortel 2 is 2, 3, keer 2, is 6. Prima. Dit is 12 gedeeld door 6 keer wortel 2 is dus 2 wortel 2.